Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb er al een hele ochtend werken op zitten. Nu 1:30 en ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik zal jullie zo meteen even laten zien wat ik aan heb. En nu ga ik naar Amsterdam. Dit is wat ik aan heb. Dit is wat ik aan heb. Lekker t-shirtje, rokje, Dr. Martens, want het is super warm. Nu ga ik shoppen met Joy in Amsterdam. Echt super veel zin in. Dus ik ga met de trein die kant op voor het eerst. Voor het eerst sinds corona. Dus een mondkapje op. Shop met hem op. Zo, ik ben weer thuis van het shoppen. Echt super leuk gehad. Ik heb alleen nu echt een mega migraine aanval. Dus ik ga het huis in, douchen en naar bed. En dan heb ik een interview met de radio vanwege mijn nieuwe single. Die natuurlijk is gelanceerd vorige week. Dus dat kan ik ook echt nu niet afzeggen, want het is echt te belangrijk. Gewoon vanuit bed doen zonder make-up. Mijn ogen dicht, want oh my god, ik voel me zo slecht. Berichtje. Ik ga naar binnen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ben al een tijdje wakker. Wel even goed uitgeslapen, want ik voelde me dus gisteravond heel slecht. Ik heb nog nooit zoveel hoofdpijn gehad. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Dat was dus een hele heftige migraineaanval. En hoe ik me dan de dag erna voel is ook niet heel relaxed. Alsof er 3 vrachtauto's over me heen hebben gereden. Dus ik voel me gewoon heel brak. Alsof ik een mega kater heb. Nou, dat heb ik niet. Dus vandaag moet ik eigenlijk de extra video opnemen voor op YouTube. Maar ik heb er de kracht echt niet voor. Dus dat ga ik verplaatsen naar morgen. En vanmiddag komt hier RTV Noord-Holland. Dat is gewoon de tv-zender in Noord-Holland. Die komt hier voor de nieuwe single. En dat vind ik toch even iets belangrijker dan die extra video. Dus ik spaar liever even mijn energie voor dat interview dan voor de extra video. En die extra video komt dan later deze week wel. En ik heb een superleuk nieuw jurkje. Ik zal maar even laten zien de spiegel. Hij is alleen echt super kort. Maar hij is meer voor op vakantie. Gewoon even lekker voor over bikini naar het strand. Want, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet verteld volgens mij. Mijn vriend en ik hebben afgelopen weekend vakantie geboekt. En niet in Nederland, maar we gaan toch echt wel naar het buitenland. We gaan naar Kroatië. We gaan van 20 tot 30 juli. En we gaan met de tent, dus we gaan kamperen. We gaan onderweg logeren ergens. Overnachten, want het is 15 uur rijden en we gaan met de auto. We gaan naar Kroatië rijden. Nou, mijn vriend heeft rijbewijs, ik heb rijbewijs. Dus we kunnen het gewoon lekker door twee delen. En we hebben helemaal een planning gemaakt, want we willen dus gaan overnachten. Dus we gaan de eerste dag 9 uurtjes rijden en de tweede dag, als het goed is, 5 uur. Dus oh my god, zoveel zin in. Ga ik toch op vakantie, jongens. Ik ben er zo aan toe. Nou, ik heb me opgemaakt en me omgekleed. Het is ineens een heel ander beeld dan het beeld hiervoor. Maar zometeen komt NHTV, Noord-Holland TV. RTV Noord-Holland. Hier filmen over mijn nieuwe single. Dus dat vind ik echt super leuk. Dus ik heb me even opgemaakt, omgekleed. En een soort van fris gemaakt. En dan zometeen als die meneer weg is, haal ik deze hele plamuur er weer af. En ga ik in mijn jurkje, die ik net aan had, in de zon liggen en niks doen. En toen zag ik er weer uit als een spook. Superleuk interview. Het was echt super snel klaar. Echt 20 minuutjes of zo. Dus heel leuk. Ik zal het linkje hieronder even neerzetten. Dan kunnen jullie het ook bekijken. Wat ik nu ga doen is dit. Ik snap gewoon niet hoe ik er zo'n puinhoop van kan maken elke keer. Nou, kijk eens even hoe netjes. En dit ga ik allemaal verkopen op United Wardrobe. Alle kleding staat online op United Wardrobe. En nu ben ik aan het YouTube kijken. Lijstje gemaakt voor wat we allemaal mee moeten naar Kroatië.
Zo fijn, hè? Dat hij gewoon een autistische vriendin heeft. Want ik ben echt zo'n regelpersoon. Love it. Eten! Je schoot een tering, ben je verbrand? Ja, jongen. Nice. Ik kwam net hier en Eve die zegt, heb jij een masker op? Of ik zeg, nee, ik ben verbrand. Oh. No, heb je je hoofd niet ingesmeerd? Jawel. No! Maar mijn rug ook en mijn armen en mijn benen, ik heb helemaal ingesmeerd. Je hebt echt zo'n masker? Nice. En je zonnebril zat in je hoofd. Ja, maar dat kan. Ja. Auto onderweg naar zangles. Het is 9:15. Ik heb echt zo'n rare tijd voor zangles. Maar er was even geen andere plek meer. En ik wil gewoon echt wel weer elke 2 weken heen. Dus ja joh, dan doe je dat. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ga zo meteen sporten. Ik heb hem al helemaal klaargemaakt. En Liv en Eefje hebben vandaag hun eerste musical dag. Yeah. En vanwege corona worden smink en het haar niet gedaan op school. Dus ik doe het met mama. Voor Liv en Eefje. Eefje is ready for musical. En Liv is ook ready. Hoe is het nou? Ik heb om 10:00 pas training. En het is nu 9:15. Dus ik heb nog wat tijd over. Dus ik ben even bezig met jullie bestellingen. Van United Wardrobe. Dus die ga ik nu inpakken. Helemaal leuk. En ik schrijf altijd een persoonlijk kaartje erbij. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Dus die ga ik eerst even schrijven. En dan ga ik de hele boel inpakken. Ik ben klaar met sporten. Zo chill. We hebben heel rustig aangedaan vandaag. Vanwege mijn hoofdpijn. En het is ook super warm. Dus we gaan deze hele week rustig aan doen. En we hebben tot slot nog een rondje gelopen door het dorp. Nu moet ik echt heel nodig plassen. En ik ga douchen. Want ik stink. En dan ga ik de video opnemen voor op YouTube. De extra video die is een dagje later. Dus die komt vandaag online. Of morgen online. Vandaag opnemen, morgen online. Ik heb me omgekleed, gedoucht. En ik blijf lekker make-uploos. Ook om de extra video op te nemen. Ook lekker make-uploos. Want het is zo bloedheet. Dit jurkje aan. Superleuk. Van de Zara. Hieronder een bandeau. God, allemaal magisch, jongens. Ik zweet me uit binnen. De video staat erop. En nu ga ik chillen in de tuin. En daarna editen. Maar ik ga even lunchen. Want ik ga even mijn graartje. Het allerlekkerste wat ik vind is dit. Oh, zo chill. Nou jongens en meisjes, dames en heren. De lunch zit erin hoor. Het is hier zo warm op mijn kamer. Ik ga nu snel editen. Dan is dat maar gedaan. En dan moet ik lekker in de zon zitten. Wat een heerlijk weer dit. De video is geüpload. Tenminste, hij is geëdit. Hij staat nu nog, is nu aan het uploaden. Ik ga nu even naar de supermarkt. Even alle pakketjes van United Wardrobe wegbrengen. Dan komen die als het goed is morgen aan bij de kopers. Ik lig dus in de zon en ik heb zoveel zin in iets lekkers. Toen vond ik die in de koelkast. Die heb ik gekregen van al mijn vriendinnen. Ik heb echt een heel pakket met allemaal bueno's en zo gekregen. Als cadeautje voor de nieuwe single. En dit is al de laatste. Oeps. Oké, ik heb me weer voor de 7e keer omgekleed vandaag. Nog steeds geen make-up op, maar wel weer dit jurkje aan. Want ik ga zo meteen naar Esme, want Esme is geslaagd. En dat gaan we natuurlijk even vieren met alle vriendinnen.
donderdag en ik ben al een tijdje wakker. Het is 8:30 en ik ga lekker sporten weer. Ik heb het nu al zo warm. Ik ben mijn telefoon even tijdelijk kwijt. Het is nu al 25 graden. We gaan naar het strand! Yay! Mijn wekker! Goedemorgens, het is vandaag vrijdag, laatste dag van de week. Ik heb me, of course, natuurlijk alweer helemaal aangekleed voor het sporten. Oh, gisteren op het strand was zo lekker. Ik had natuurlijk mijn camera niet mee, qua zand en zo. Maar ik heb wel allemaal beeldjes gemaakt op mijn telefoon. Ik zal jullie even laten zien hoe ontiegelijk bruin ik ben geworden. Of is het nou niet de goede? Het is niet helemaal de goede hoek, hè? Kijk, zien jullie dat? Ben ik gewoon bruin geworden, hè? Hier. Nu ga ik sporten. Ik ga douchen, helemaal kapot van het sporten. Nu even lekker onder de douche en dan zo meteen lekker lunchen met een vriendin die ik echt al te lang niet heb gezien. Ik ben helemaal ready. Mijn moeder en mijn vader zijn een weekendje weg en mijn moeder heeft de föhn mee. Nou, dit gebeurt er dus als ik mijn haar niet kan föhnen. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Dit jurkje heb ik weer aan voor de verandering deze week. Het is echt mijn lievelingsjurk. Ik zal hem even goed laten zien. Hij is dus van de Zara. En mijn witte Dr. Martens eronder. Ik ben inmiddels weer thuis en heb net echt super lekker geluncht. Nu ga ik even met Silke boodschappen doen. Silke en ik zijn super volwassen en passen dit weekend op Levenesje. Dus we gaan even avondeten halen. Wij hebben net super chill gebarbecued. Wij hebben het opgegeten. Mijn vriend ging barbecuen. En nu zit ik achter de computer even te editen. Pff, maar het is zo warm op mijn kamer. Maar deze video wil ik geknipt en gewoon over hebben. Dan kan ik weekend vieren. De vlog is geëdit. Ik ga lekker in de tuin chillen. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doe even lekker die duimpjes omhoog. Abonneer als je dat al niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie snel weer terug. Joejoe!